Yo mensen, welkom bij een nieuwe GTA Free Roam. Vandaag gaan we weer lekker GTA 5 spelen. En vandaag beginnen we met een epische GTA job. En we spelen tegen echt... Oh, hij zag er echt fucking dik uit. Ik wou zeggen, we spelen echt tegen een fucking dikke man, maar... Valt mee, die middelste daar. En van het groepje. In ieder geval, we gaan een race doen. En ik heb het nog nooit gedaan. En het schijnt nogal populair te zijn. Want ik was eventjes op de Rockstar Social Club aan het kijken. En toen zag ik deze race... Het is eigenlijk meer een stunt dingetje. Maar in ieder geval, ik zag hem en ik dacht van... Wow, yo, die is fucking populair. Laat ik die gaan spelen. Want ja, als het populair is, dan zou het al goed moeten zijn, weet je wel. Het is niet zonder reden een populair racie. Hoe heet die nou ook alweer? How to get from your work. Oké, we zijn net uit ons werk gekomen en we gaan naar huis toe. Dus we moeten naar huis racen vanuit ons werk. Want je parkeert ook echt je auto op het dak van je werk. Als je in een wolkenkrabber werkt. Oké, dit is heel spannend. Zo, nou, ik ben klaar met werken. Laat ik eens mijn auto van het dak afrijden. Oké, we hebben nu al achterstand op die andere twee mannen. Lekker. Oh, en hebben we natuurlijk ook custom vehicles. Ja, dat heb ik ook. Maar ja, misschien is die voor mij gewoon meer gebaseerd op het uiterlijk en hun meer op snelheid. Zo te zien wel, want ik... Oh, mijn god, een boom. Oh, mijn god. Oh. Oh, mijn god. Oh, mijn god, al die bomen hier. Ja, door die bomen verlies ik, hè. Ja, het is gewoon... Je zou zeggen van, joh, dat is toch geen excuus? Nou, dat is het dus mooi wel. Want die boom hier op mijn tegen, als die boom erin stond, hè, dan was ik gewoon... En nou die lantaarnpaal. Dit is een groot complot. Dit is allemaal gedaan om mij te kutten. Express. Oh mijn god. Ik kan het nooit meer bijhalen. Deze race zou niet zo lang moeten zijn. Maar op deze manier wordt het heel vervelend... Oh, ik heb iedere keer het gevoel dat als ik vol in zo'n ramp rijd, dat ik mijn auto helemaal naar de pleuris rijd. Hij is ook wel vrij kapot, maar er kwam meer door die boom. Godverdomme, een vieze palmboom. Ik verpest altijd mijn hele leven, die fucking palmbomen altijd. Ah, hun liggen zo bij voor, denk ik. Maar misschien maken ze ook een foutje, want de palmbomen zijn natuurlijk ieders vijand en niet alleen die van mij. In ieder geval, daar ga ik vanuit dan. En nee, palmboom. Oh, hij wou het weer doen. Ik zag het wel. Ik zag het aan zijn ogen. Als hij die had gehad. Oké. Okay. Goed, iedereen is... heeft ruzie met palmbomen. Oh, die man is al gefinished. Oh, die andere nog niet. We kunnen nog tweede worden. We gaan voor de eer. Oh nee, dat wordt hem niet. Als ik dit bochtje had gehaald, dan... had ik waarschijnlijk nog niet gewonnen, maar... ja... Dat is een beetje zonde. Ach ja, dan hebben we dit ook weer gehad. Hè. Oh, ja, hier. Ter frustratie. Wow, er spande zeker iemand op mijn auto of zo. What the fuck? Nou, we zijn derde geworden. Dat was niet zoals ik het gehoopt had. Maar ja, ik heb ook niet gewonnen. Dat was ook wat ik had gehoopt. Dus ja, dat geval. Is het niet gelukt? Maar ja, dan gaan we ook niet zo. Oh, bij rank up. Dit heeft ook nut gehad ook. Oh mijn god, ik moet vaker ritjes verliezen, dat heeft nog nut. Wow, zag jullie dat ook net? Dat was echt zo'n doorzichtige vreemde man, en ik heb daarboven. Wajo. Dit wordt eng. Ik doe een duimpje omlaag omdat ik niet gewonnen heb. Zo hoort dat toch in GTA Online. Dat is altijd als je die wint, dan moet je een duimpje omlaag doen. Continuing, gaan we verder dan? Gaan we iets doen? Ik heb geen idee. Misschien heb ik een pornoke playlist aangezet. Ik hoop het niet. Nee. Dat hebben we niet. Maar even kijken wat die andere mannen gaan doen. Want als die andere mannen een andere job gaan doen. Dan doe ik gewoon lekker mee. Maar volgens mij hebben ze niet zoveel zin. Dus gaan we maar in de free mode. Lijkt me dan. Ga je het echt niks doen? Want ze... Ik heb ook een vote. Hallo, je mag stemmen. Je hebt stemrecht. Gewoon... Gianlu25. Hij heeft stemrecht en hij maakt er geen gebruik van. Krijg je een keer iets, heb je een keer recht. Een ander recht dan een aanrecht. En dan maakt hij er geen gebruik van. Deze meneer is totaal... die is gewoon totaal van het padje. En dan is het nu tijd voor een Demolition Derby. En wel eentje die ik nog nooit gedaan heb. Het is team tegen team. En nou, ik zit in ieder geval in het team met de meeste mensen. Dus ik heb denk ik het meeste kans. In ieder geval, daar ga ik dan vanuit. Meneer met het aapje. Masker. En we moeten tegen iemand anders. Het gaat over twee rondes. Het is de last team standing. Dus als je dood bent, ben je af.
ja, het principe van de Demolition Derby is, maak elkaar kapot met auto's en andere voertuigen. Dit is mijn Mattie. Hij heeft nou geen apenmasker meer op. Waarom hebben we... Oh, Molotov Cocktail. Episch. Oké, wacht, ik moet even nadenken hoe dat ook weer heette. Maar we pakken natuurlijk dat monster druk. Want dat is het episch... Oh mijn god. Oh, wie hoorde die? Was dat meneer met het apenmasker? Want dan mag ik je niet meer als jij dat was. Waar de fuck zijn we überhaupt? Oh, ergens bij het vliegveld. Nice. Oké, we moeten die andere man doodmaken. Hij rent. Oh, hij snapt het niet. Oh mijn god. Oh shit. hij moet dood. Als hij dood is, dan is het al deze ronde voorbij. Het gaat over 2 rondes. Maar deze man... Ben je onsterfelijk of zo? Hallo zeg. Ga je de auto? Doe mee. We moeten elkaar kapot maken met auto's. Dat is de hele bedoeling hiervan. Waarom rij je eraf? Rijd ik er dan net serieus af? Is hij echt zo dom? Blijkbaar. Ik zit vast. Ik zit vast. Iemand is ons aan het spectaten. Hij is ons aan het begluren. Terwijl we epische dingetjes doen. Nou, jongens. Oh. Get back in the action. Ik ben in de action. Dit is de action niet, trouwens. Het ziet er helemaal niet uit als een action. Weet je wel, die winkel action. Dit is helemaal niet de action. Ga nou fucking... Dood, jongen. Ik ren heel het over je heen. Dan mag je onderhand wel eens kapot gaan ook. Oké, nou heb ik het zat. Head-to-head battle. Met een Molotov cocktail. Ik zit vast in mijn eigen monster truck. Top. Ja, dit is echt heel... Nou, ik kan er overheen klimmen. Waar is die andere man? Andere man, waar ben je nou? Oh, ik zet mezelf in de fik. Jos, je bent zo goed hierin. Dankjewel. Ik geef mezelf een complimentje. Oh, ik kan er terug in klimmen. Oeps. Dat wist ik niet. Ik hoop dat ik het nog haal. Denk ik niet. 12 seconden. Oeh. Oh. Murray Fergus heeft hem gewackt. Hij heeft hem gewackt. Right, we hebben de eerste gewonnen. Ik heb geflikker gedaan. Yes. Maar dat maakt niet uit. We gaan de volgende ronde spelen. Denk ik. Kan die spectator nou ook meedoen? Of wordt hij er gewoon niet bij? Wordt hij gewoon buiten gesloten? Ik denk het laatste. Want hij is te laat. Was wel leuk als hij ook mee had gedaan. Was 2-2. Was het een beetje eerlijk. Eigenlijk is het nooit eerlijk, want ik zit in het team en ik ben zo goed. Als je mij in het team hebt, hoef je je eigen geen zorgen te maken hoor. Komt allemaal goed. Maar nu... Ja weet je, eigenlijk moet ik het gewoon met auto's doen zoals het hoort. Ik ga het gewoon met auto's doen zoals het hoort. Weet je, ik kan ook wel gewoon met de Molotov cocktail en dan die man van zijn smoel gooien. Maar dat is zo afgelopen. En dat gaat trouwens denk ik... Oh, het is wel 2-2-2 nu. In dat geval doe ik het wel. In dat geval doe ik het wel. Kom dan. Moet je komen dan? Hoppatee. Oh, die gaat vol op zijn hoofd. Wat? Wat? Hij teleporteert ineens. Wat is dit, man? Fucking lag. Waar is mijn team, Mattie? Is hij dood? Moet ik nou al zijn eentje doen? Oh, nee, hij is niet dood. Grapje. Grapje. Yes. Gooi hem, gooi hem, gooi hem. Gooi hem. Oh, shit. Oh, niet hierop staan. Die ontploft zo meteen. Niet erop staan, hij ontploft zo meteen. Fuck. Ik wist het. Maar ik zei het nog. Waarom doe ik het dan? Dit is zo ultiem slim. Ik ben wel benieuwd wie er gaat winnen nu. Het is heel spannend. Het is een nek-aan-nek race tussen Tamal... Nou, niet Tamal ook. Het is Jermau en Murray Fergus 21. Ze rijden allebei met bulldozers en ze moeten elkaar doodmaken, maar het lukt ze allebei niet omdat ze geen idee hebben wat de fuck ze aan het doen zijn. Dit is Murray Fergus, 21. Hij gaat erop af. Hij weet nog steeds niet wat hij aan het doen is. Dit gaat voor eeuwig duren. Laten we maar wat epische filters eroverheen gooien, zodat het lijkt alsof het cool is. Want dit is natuurlijk gewoon dikke bullshit, want ze moeten elkaar doodmaken, maar ze snappen het volgens mij niet. Wat de fuck zijn jullie aan het doen? Ik kan ook gewoon stoppen. Haha, ik heb hier geen zin in. Vinden jullie het leuk dat ik in GTA Free Roam gewoon jobs ga doen? Ik vind het namelijk wel weer leuk, want normaal gesproken ga ik altijd in GTA offline en dan ga ik gewoon een beetje rondkloten in mijn eentje. Maar nu spelen we gewoon tegen anderen. En dat is ook wel lachen, weet je wel. Ik heb bijvoorbeeld ook een GTA Online serie, die heb ik al trouwens een tijdje al geen video's meer van geüpload. Maar die GTA Online serie die ik deed, ja, ik doe het nog wel. Ik ben er niet mee gestopt of zo, maar ik heb de laatste tijd gewoon geen video's gemaakt. In ieder geval, in die serie, die edit ik zeg maar helemaal met over-edits. En dat soort dingen, weet je wel, overal knippen, allemaal leuke dingen erin editen. Maar dit is nu GTA Free Roam en ik dacht van ja, ik ga gewoon jobs doen in GTA Free Roam. En dan lul ik alles gewoon een beetje aan elkaar en ik knip gewoon de saaie stukken en de wachtstukjes knip ik eruit, zeg maar.
En dan doen we gewoon een beetje jobs en een beetje slap gelul van mij. En zo min mogelijk monteren, want dat is natuurlijk GTA Free Roam. Maar leuk, weet je wel, want de meeste series op mijn kanaal die edit ik wel. Behalve deze. En ja, dat slaat heel goed aan. In ieder geval, want ik heb het al vaker aan jullie gevraagd en jullie vinden het fucking leuk. Dus ja, dat doe ik dan gewoon, want ik vind het zelf ook gewoon hartstikke leuk. Om ook gewoon een ongeknipte serie te hebben. Dus, waarom staat... Oh, ik dacht dat er een auto in de bosje stond. Maar dat is helemaal niet waar. Dus ja, laat het onder in de comments achter. Als je deze serie leuk vindt zoals het gaat, druk op duimpje omhoog alvast. We zijn nog niet klaar. Nee, we zijn nog niet klaar hoor. Dus ik moet nog eventjes wat dingetjes vertellen. Want gaan we een beetje zo rijden. Nee, we zijn stunt nog even doen. Oh, sorry mevrouw. Nee. Mijn stunt skills zijn echt ongelooflijk slecht vandaag. Het is dat die palmbomen me niet tegenhouden. Dat had ik ook alweer zien gebeuren, weet je wel. Die fucking palmbomen altijd. Oh, dit ziet er wel beter uit. Dit, oh, lekker. Mm. Jullie moeten echt niet vragen of ik ooit een stuntmontage wil doen, want ik kan het echt gewoon niet, zoals jullie gezien hebben. Nee, dat die verzoeken ook niet echt komen ofzo. Maar goed. Er is nog wel iets... een nieuwe ontwikkeling in GTA-land. Iets wat Rockstar Games heeft aangekondigd. Maar... dat ga ik niet vertellen in deze video. Dat ga ik vertellen in de volgende GTA Free Roam. Dus als je wil weten wat het nieuwtje is... en ik vind het zelf persoonlijk voor mij is het wel heel erg fijn... dan moet je naar de volgende video kijken, denk ik. Dus in ieder geval bedankt voor kijken naar deze video. Druk op het duimpje omhoog als het leuk vond. En tot de volgende video later.